waarom zijn jullie op Schiphol? Omdat een vriendinnetje van ons terugkomt van 3,5 maand reizen. 2 jaar terug zaten we hier ook op de tribune tegen Japan te kijken en toen hebben ze gewonnen. Dus ja, een beetje bijgeloof erbij en dan denk ik gewoon van ja, dan gaat het goed komen. Of is het hier wel een tribune? Je staat, ik denk, een beetje van het start een beetje weg, een beetje me rustgevend. En rustig de wedstrijd gaan bekijken. Lekker in het zonnetje. Lekker in het zonnetje, wat wil je nog meer? Helaas niks aan te doen. Moet je hierover zeggen? Je scoort 1 keer in 2 wedstrijden. Nu Portugal nog, maar ja. We komen toch niet meer verder. Ik heb er eigenlijk nooit echt in gezeten. Dus wat dat betreft verdiende overwinning voor Duitsland. En ja, het is gewoon terecht zo. Hoe